Oeders, Nanan Singh van Opinion is hier ook aanwezig. Jij zal straks de fijne taak hebben om als vierde te spreken. Klopt, hoe ga je iedereen bij de les houden? Misschien doe ik tussendoor wel een dansje. Nou, dat is altijd goed natuurlijk. Doe het en natuurlijk gewoon een goed verhaal neerzetten. Ja. Op experiment aan, waar wij ons mee bezighouden. En, wat doen jullie vooral, zeg maar even, in de kern? In de kern. Wij zijn een technologiebedrijf gericht op customer experience. Dus wij ondervangen de klantbeleving over verschillende kanalen, verschillende interactiemomenten met bedrijven. En uit al die data laten wij zien wat de organisatie kan doen om die klantbeleving te optimaliseren. Wat weer zorgt voor een hogere loyaliteit en uiteindelijk moet leiden tot meer omzet. Okay. Dus jullie weten, maar je analyseert het ook met de klanten, voor de klant en je zorgt dat de actie opgenomen wordt. Ja, ons platform is... Want als je kijkt naar klantbeleving, dan is klantenfeedback daar een belangrijk onderdeel in. Hè. Je moet weten wat er speelt. Die data dat moet geanalyseerd worden, dus daar ligt ook de toegevoegde waarde. Hoe ga je van ruwe data, dus klantenfeedback, informatie maken? Nou, dat zorgt ervoor dat je daar... je moet met ongestructureerde data aan de haal gaan. Dus dat betekent dat je text mining moet je kunnen toepassen. Je moet die data kunnen categoriseren. En eruit kunnen dus destilleren van wat is nou echt een issue. En wat zijn nou echt root causes waarom een klant ontevreden is. Ja, en nou is natuurlijk het thema van vandaag omnichannel. Nou, daar zijn jullie ook volop mee bezig natuurlijk. Ja. Want dat is juist de uitdaging. Klopt. Is het inderdaad zo dat jullie zien als er al gemeten wordt dat dat per kanaal gebeurde tot nu toe? Ja, het is omnichannel is natuurlijk een heel mooi begrip. En we zien dat bedrijven daar ook zeker... mee aan het stoeien zijn van wat is het nou en wat kan het betekenen voor onze business. Maar hoe wij het ervaren, hoe het nu is dat organisaties nog te veel denken in kanalen. Dus we hebben een afdeling klantenservice, we hebben een afdeling e-mail, we hebben een afdeling webchat. En de uitdaging is natuurlijk, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we sowieso afstappen van die kanaalgedachte en dat we eigenlijk die klantbeleving centraal gaan stellen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen als organisatie dat het maakt niet uit welk kanaal iemand gebruikt, maar dat die beleving consistent is en wij op elk kanaal, elk interactiemoment gewoon hetzelfde kunnen bieden. Ja. Of het nou verkoop is of service gerelateerd, dat moet gewoon consistent zijn. Want dat zorgt er uiteindelijk voor dat een consument een positieve ervaring eraan overhoudt. Het leven is wel ingewikkelder geworden voor retailers, hè? Voor retailers, maar ook voor verzekeraars, financials, automotive. En ja, dat heeft er simpelweg mee te maken omdat de consument die heeft mogelijkheden gekregen om heel makkelijk de interactie aan te gaan op elk gewenst moment. En organisaties hebben natuurlijk vaak gedacht van nou, wij zijn het en wij bepalen wanneer we zenden. En dat is nu helemaal veranderd omdat de consument die bepaalt nu eigenlijk wanneer hij wat vertelt en wat de inhoud daarvan is. Ja. En hoe ga je daar als organisatie mee om?